Suriname telt te weinig accountants. Momenteel zijn er 50 accountants, waarvan 32 geregistreerd zijn bij de Surinaamse Vereniging van Accountants. Dit is een van de redenen waarom de Crow howard Burgos Accountants het initiatief heeft genomen studenten te motiveren en enthousiasmeren om goed en deugdelijk onderzoek te doen op het vakgebied van accountancy. In het kader hiervan is er een scriptieprijs in het leven geroepen. De directeur van Crowe Harvard Burgos Accountants, Romeo Burgos, zegt dat dit initiatief ook is genomen omdat er niet genoeg belangstelling is voor de studierichting accountancy. Daarnaast wordt er volgens hem ook te weinig onderzoek gedaan op dit vakgebied. Wij denken dat accountancy eigenlijk een betere plek verdient omdat... Kijk, accountancy heeft te maken met verslaggeving, heeft te maken met corporate governance, heeft te maken met transparantie. En het zijn allemaal dingen die we echt hard nodig hebben in Suriname. U heeft het over studenten. Welke richting? Is er een, een, een richting accountancy op de universiteit? Er is een richting accountancy op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En er zijn ook diverse hogescholen die de studierichting bedrijfseconomie aanbieden. En dan kun je op een gegeven moment een specialisatie accountancy doen. Maar je ziet dat eigenlijk het aantal studenten die specifiek voor accountancy kiezen, eigenlijk een zeer select gezelschap is. Het is zelfs zo dat bepaalde hogescholen de afgelopen jaren, waar ze vroeger een speciale richting accountancy hadden, dat ze dat eigenlijk hebben teruggebracht en samengevoegd met bedrijfseconomie, omdat er, een, ja, er is te weinig animo voor accountancy. Het Accountantsbureau heeft speciaal voor deze scriptieprijs de verschillende hogescholen en de universiteit aangeschreven. Er zijn regels opgesteld waaraan de studenten moesten voldoen. Een van die belangrike was dat sy minimaal 'n 8 moes hê vir die voor die skripsie oor accountancy en die werkstuk mag nie ouer syn as 2 jaar. Er is een vijfkoppige jury benoemd die de scripties heeft beoordeeld. En daaruit is er een winnaar voortgekomen die op 31 januari in het zonnetje wordt gezet. Burgos geeft toe dat er voor deze editie niet zoveel animo was vanuit de studenten. Dat is nu pas op gang gekomen. Nu bekend is dat de winnaar in aanmerking komt voor een prijs van 2000 US-dollar. Ten aanzien van de 50 accountants die thans werkzaam zijn in Suriname, benadrukt burgers dat dit aantal veel te weinig is. Als je bijvoorbeeld alleen maar naar de overheid kijkt, dan zie je dat de overheid slechts een paar accountants heeft, Centrale Lands Accountantsdienst. Als je kijkt naar de interne auditafdelingen, waar er mensen horen te zijn met accountancykennis op een bepaald niveau, dan zie je dat dat ook zwaar uh, ontbeert. In het bedrijfsleven evenzo. Uh, er zijn berekeningen gemaakt en voorzichtige schattingen die hebben aangegeven dat we in Suriname waarschijnlijk 200 accountants nodig hebben. Ik denk dat het wel iets meer uh, moet zijn. Maar je moet zich voorstellen: accountants werken toch aan de basis van uh, bepaalde zaken, zoals ik eerder zei, die wel al ontberen. Een goede verslaggeving. Heel veel bedrijven hebben nog geen goede en tijdige uh, verslaggeving. Uh, het een en ander moet er ook gebeuren op het gebied van goed bestuur, goed corporate governance. En ik denk dat accountants daar een goede bijdrage aan kunnen leveren. Burgers hoopt met deze Scriptieprijs het hele veld van accountancy enthousiast te maken. Dus uh, niet alleen de studenten, maar ook de docenten en begeleiders. De uitreiking van de Scriptieprijs vindt plaats op 31 januari in de ballroom van uh, Torarica.